Goedenavond, welkom bij Noord Vandaag. Er werd vandaag met scherp geschoten in Foxhole. 3 schoten! Straks meer. Vorig jaar kwam Bas de Haan op het eiland Sint Maarten om het leven toen hij werd aangereden op zijn racefiets door een auto. Nu, precies een jaar later, zitten de moeder van Bas en zijn vriendin vast op het eiland. Hier in de studio praat ik erover met vader en broer Bert en Paul. En Rob? Rob ging op zoek naar krasse ouderen die niet willen stoppen met werken. Ja, maar er is een rechter in Amsterdam die gaat naar de rechter, want die wil langer werken. Zo. Maar in de provincie zit het vol met van die krasse knarren die maar doorgaan. Tot de dood erop volgt. Suzanne, wat heb jij? Ja, het is één grote ravage op Sint Maarten. En langzaam maar zeker druppelt er informatie binnen over de toestand op het eiland. En ook damster Hendrik Ekema heeft vandaag iets van zich kunnen laten horen. Goed. We beginnen in Foxhole. Er zat veel weg van een filmset vanmiddag. De politie schoot er met scherp om meer duidelijkheid te krijgen over een fatale schietpartij begin dit jaar. Tijdens een ripdeal van een halve kilo cocaïne werd Dennis Bruns doodgeschoten. Ik praat er zo direct over met Peter Steinfort. Maar eerst brengen we de dag in beeld. 3 schoten! 3 droge knallen maken op vrijdag 13 januari een einde aan het leven van Dennis Bruns. 29 jaar, uit Musselkanaal. Het is een dag die de bewoners van de Talingstraat niet snel zullen vergeten. Na de eerste 2 weken had ik wel zoiets van steeds de straat een beetje in de gaten houden. En steeds om je heen kijken. Maar op een gegeven moment dan krijgt het wel een plekje. En dan ga je gewoon weer door. Omdat er tijdens de reconstructie met scherp wordt geschoten, worden de bewoners uit voorzorg opgevangen in het wijkcentrum. Een ongeluk zit soms in een heel klein hoekje. En we kunnen natuurlijk ons niet permitteren dat dat misgaat en dat mensen misschien wel verwond zouden kunnen worden door een rondvliegende kogel. Dus vandaar dat we het zeker voor het onzeker hebben genomen en gezegd tegen de bewoners van: het is verstandig dat jullie de woning verlaten. Maximale veiligheid. En veiligheid is ook een van de redenen waarom de kinderen van de nabijgelegen basisschool 's middags door de directie naar huis worden gestuurd. Wij zijn vanmiddag zelf wel op school, maar de kinderen zijn vrij, zodat de ouders zelf kunnen kijken of ze weg willen gaan of niet. In Foxhole staat nog steeds Peter Steinfort. Peter, hoe is de situatie daar nu? Nou Marcel, de schermen zijn weg. Dat geldt ook voor de medewerkers van de politie en van het Nederlands Forensisch Instituut. De bewoners konden uiteindelijk rond 4 uur weer naar huis. En zoals je kunt zien is de rust inmiddels teruggekeerd. Even terug naar begin dit jaar, Peter. Wat is er precies duidelijk over die fatale schietpartij? Ja, we moeten terug naar vrijdag de 13e januari. Inderdaad, het slachtoffer Dennis Bruns zou met 2 vrienden uit Stadskanaal een halve kilo cocaïne kopen en een groot bedrag aan vals geld. En ik zeg al kopen, maar dat waren ze eigenlijk helemaal niet van plan. Ze wilden het stelen. Een ripdeal dus. Nou, die ripdeal die is volledig uit de hand gelopen. Daarbij is Bruns doodgeschoten. En de dader heeft altijd gezegd van: ik handelde uit noodweer. Nou, zijn verklaringen zijn vandaag tijdens die reconstructie getoetst. En volgens justitie was het daarbij nodig dat er niet met losse flodders, maar met echte kogels geschoten werd. Omdat een van de manieren om erachter te komen waar stond iemand en in welke richting schoot hij, is de plek waar de hulzen worden aangetroffen. En je kunt dat alleen reconstrueren door opnieuw te schieten met echte munitie. Want dan wordt zeg maar de huls uitgeworpen door het wapen. Met losse flodders gebeurt dat niet. Nou, en dan kun je kijken waar komen ze terecht en past dat bij het patroon zoals we dat hebben aangetroffen. Ja, Peter, wanneer gaat deze zaak verder? Nou, de 2 vrienden van het slachtoffer van Dennis Bruns, waar ik het net over had, die stonden eerder deze week al terecht. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen van 3 en 4 jaar geëist. Onder andere wegens diefstal met geweld. De hoofdverdachte, de 33-jarige man uit Hoge Zand. Ja, wanneer die terecht staat, is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat kan nog wel een paar maanden duren waarschijnlijk. Vanuit Foxhole, Peter Steinfort, dankjewel. De NAM mag geen extra gas opslaan bij Langelo. Dat heeft de Raad van State besloten. Minister Kamp van Economische Zaken had hier al eerder toestemming voor gegeven. Maar de gemeente Leek en Noordenveld waren het niet eens met die beslissing. De NAM komt nog met een reactie. Juwelier Henk Oosterhof en zijn vrouw blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag besloten, omdat het echtpaar maar mondjesmaat meewerkt met het onderzoek. Het echtpaar wordt verdacht van het verduisteren van een deel van de boedel tijdens het faillissement van de juwelier.
Susanne, gaan we naar jou, want jij hebt nieuws over Sint Maarten. Ja, klopt. De afgelopen dagen hebben we twee Groningers op de voet gevolgd op Sint Maarten. Namelijk Astrid Schraag en Hendrik Ekema. En ook al verloopt dat contact erg moeilijk, omdat er stroom is uitgevallen en telefoonpalen en dat soort dingen zijn neergehaald, kunnen we in ieder geval zeggen dat zowel Astrid als Hendrik veilig zijn. De airport heeft veel schade geleden, heel veel schade. Vliegtuigen zijn gewoon ondersteboven. Een stuk van Beacon Hill kan je niet meer te bereiken. Dus ik ga nu kijken of appartement nog staat. Irma heeft heel veel schade aangericht. Ja, en op dit filmpje vroeg hij zich nog af of zijn appartement er nog stond. Nou, gelukkig voor hem stond dat er dus nog. En hij zegt ook, ik heb heel veel geluk gehad. En hij vertelde me ook via hetzelfde Facebookbericht dat hij vrienden heeft. Die hebben iets minder geluk gehad, die zijn alles kwijtgeraakt. Maar dat iedereen zijn schouders eronder zet om ervoor te zorgen dat nou, alles weer een beetje gaat lopen zoals het loopt. Ja, en hij heeft me ook nog wat foto's meegestuurd. En je kunt hier zien dat het scherm is een beetje donker. Maar het is dat daken en palmbomen, alles ligt omver. En ook dit fotootje van het vliegveld. Waarop vliegtuigen gewoon omgekeerd zijn. Ja, dat de ravage gewoon gigantisch is. Onwaarschijnlijke beelden. Dankjewel, Susanne. We blijven op Sint Maarten. Want gisteren, precies een jaar geleden, overleed Bas de Haan. Hij kwam op zijn racefiets in botsing met een auto. En dat werd dus fataal. Zijn moeder en vriendin zijn nu op Sint Maarten omdat ze gisteren de sterfdag van Bas wilden herdenken. Hier in de studio Bert en Paul, vader en broer. Welkom, heren. Jullie bleven thuis in Meedhuizen. We praten zo direct over die situatie op Sint Maarten. Allereerst wil ik even weten, is je vrouw veilig? Ja. Goed, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Laten we eerst even teruggaan naar vorig jaar. Want toen werden jullie bezocht door Knere van Selden. Na de dood van je zoon, na de dood van je broer. Laten we even kijken naar een klein stukje uit die reportage. Bas en Paul, twee broers uit Meedhuizen die van jongs af aan dezelfde passie delen. Wielrennen. Een tempoversnelling van vriend wordt Joey van Rey en Bas de Haan uit Meedhuizen in het blauw-witte shirt te veel. Begin september wonen Bas en zijn vriendin net een maand op Sint Maarten. Hij geeft een gymles op een middelbare school. Als hij aan het trainen is voor een wielerwedstrijd, wordt hij geschept door een automobilist. Zijn plotselinge overlijden schokt de Noord-Nederlandse wielerwereld. En ook op Sint Maarten wordt bij zijn dood stilgestaan. Bas de Haan. Bas de Haan. Ik nam op een nummer wat ik niet kende. En toen had ik Bas een vriendin aan de telefoon. En dan word je net wakker en dan hoor je een heel gek bericht van je broer is aangereden en hij heeft het niet gehaald. Ja, dat komt er dan gewoon niet in. Ja, dat was een jaar geleden. Hoe gaat het nu met jullie? Ja, het is moeilijk. Je staat er nog steeds mee op en je gaat ermee naar bed. En dit filmpje heb ik inmiddels, ik denk, 1000 keer bekeken. Nou, een beetje overdreven, maar ik kijk hem nog regelmatig terug. Ja. En ik ben ook deze week bewust vrij van werk thuis gebleven. Dus je kunt het eigenlijk nog niet plaatsen, nog steeds niet. Wat was het gisteren, precies een jaar geleden? Ja. Wat een dag dan. Ja. Ja, die dag, maar ook de dag van gisteren. Ja. Hoe is het van jou, Paul? Dat is... De herinneringen zitten overal. En voor mij natuurlijk ook een heleboel in het wielrennen. Ja. En dat doe ik. Waar je ook troost in vindt? Ook, absoluut. Ja. En ik doe het nog steeds heel graag. Maar dat brengt de gedachten wel vaak weer terug naar dat soort dingen. Jullie geven al aan, Rob vroeg het ook al. Het was gisteren precies een jaar geleden. De reden, Bert, dat je vrouw Aukje vertrok vorige week zondag naar Sint Maarten om samen met de vriendin van Bas dat te herdenken. Ja. En dat was vorige week zondag toen ze weggingen. Ja. Wanneer heb jij haar voor het laatst gesproken? Ik heb gesproken... het is vandaag donderdag. Woensdag heb ik het laatste WhatsApp-berichtje van haar gehad. En daarna contact. Voor de orkaan? Ja, dat was vlak voor, of kort voor de orkaan. En na die tijd heb ik persoonlijk met haar alleen vanmiddag even heel kort contact gehad via de telefoon van de buurvrouw. Ja, en dan zien we de beelden nu op het scherm. Verschrikkelijke beelden. Ja. Hoe ervaar je dat? Hoe zijn die laatste 24 uur voor jullie geweest? Ja, afwachten. Ja, we wisten natuurlijk niet hoe het er allemaal precies aan toe ging. En het enige wat je ziet zijn alle beelden, wat er allemaal gebeurt. Ja. En we wisten wel dat het huis waar Bas zijn vriendin in woont wel gebouwd was op categorie 5 orkaan.
Maar ja, ja. je weet natuurlijk... We hebben hier de foto, het is het huis met het rode dak. Ja. Ja. En dit is de foto die gemaakt is na de orkaan, hè? Ja. Nou, dat huis ziet er inderdaad stabiel uit en daar is niets mee gebeurd. Nee. Nee. Wat zouden ze daar gaan doen gisteren? Nou, ze hadden, en dat wisten wij niet. Kijk, wij hebben eigenlijk in het begin van het jaar had Aukje al het idee dat zij op 6 september op Sint Maarten wilden zijn. En ik heb zelf persoonlijk heel lang in twijfel gestaan of ik mee zou gaan. Want ik had er ja, niet zoveel behoefte aan om daar op die plek te zijn waar mijn zoon dood op straat lag. En dus, ik ben ook bewust niet gegaan. Maar er zou, gisteren zou er een memorial fietstocht gehouden worden ter nagedacht is aan het overlijden van Bas. En ze zouden een plaquette zou onthuld worden. Ook ter nagedachtenis. Maar ja, goed, daar komt nou natuurlijk helemaal niks van terecht. Nee. Maar goed, dat is ook helemaal niet belangrijk nu. Ja, hebben jullie op een andere manier erbij stilgestaan, Paul? Nou ja, dat was dus vrij lastig. Mijn vader zei het al, hij is de hele week vrij geweest. Ik heb gisteren vrij gekregen om erbij stil te staan. Maar goed, ja. Je staat op en eigenlijk het enige waar je aan denkt is hoe zal het gaan met de orkaan. En dat is het enige waar je bij stil kan staan op dat moment. En natuurlijk zijn er wel kleine momenten waar je er even aan denkt. Maar ja, dan al vrij snel zit je toch afwachtend naar je telefoon te kijken wanneer het berichtje komt dat alles oké is. Ja, goed. Het lijkt nu goed te zijn. Dus nu even afwachten wanneer of Aukje weer naar huis kan. Ja, ik heb vanmorgen contact gehad met consulaat en met de KLM. Maar ja, dit weekend wordt er sowieso niet gevlogen. Dus ze zou eigenlijk morgen terugvliegen. Maar ja, ze moet maandag ook weer aan het werk. Maar ja, dat gaat even niet door. Goed, nog even afwachten en dan kunnen we elkaar weer in de armen sluiten. Daar gaan we vanuit. Dank voor jullie komst hier naartoe. Oké. De bouw is booming business. Volgens de laatste cijfers van het UWV is het aantal vacatures in onze provincie dit jaar zelfs verdubbeld. Bouwbedrijven komen moeilijk aan personeel, maar daar hebben ze in Delfzijl iets op gevonden. De 43-jarige Olaf uit Groningen is druk bezig met het zagen van stoelen voor het FC Groningen stadion. Hij wordt omgeschoold tot bouwvakker en dat is heel wat anders dan zijn vorige beroep. Hij werkte jarenlang als kok in de horeca, maar daar was hij zat van. De horeca is toch ook altijd wel veel werken en bijna dat je het helaas nooit bij een 8-uur dag blijft. Maar dat je gauw alweer 10 uur op een dag werkt. En ik wil wel een beetje wat rustiger aan doen en gewoon wat meer zekerheid. En kijken waar ik dat kan vinden. Daarom meldde hij zich aan bij Leerbouwen Delfzijl. Daar worden mensen die in de bijstand zitten omgeschoold tot timmerman of metselaar. Leerbouwen is eigenlijk opgericht om mensen te leren hoe ze aardbevingsschade kunnen herstellen. Maar door de grote vraag naar personeel in de bouw is het de laatste tijd flink uitgebreid. We merken dat aan alle kanten, doordat werkgevers hier komen, werkgevers, uitzendorganisaties, van heb je mensen die geschikt zijn inmiddels om uit te stromen, dan kunnen ze gelijk één op één door naar een betaalde baan. En dat merkt Olaf maar al te goed. Hij kreeg namelijk goed nieuws. Volgende week mag hij stage lopen bij een aannemer. Daarmee gaat hij na 2 cursusmaanden al richting een baan in de bouw. In eerste instantie is het natuurlijk altijd spannend en wat dan ook, maar het is wel leuk dat het inderdaad zo snel losloopt en dat ze inderdaad dat je het horen krijgt dat je het wel in de vingers hebt. Dat is inderdaad goed nieuws. Suzanne, we gaan naar jou. Er komt een nieuwe serie online. Ja, klopt. We zijn begonnen met de online serie Mien Hoes. En daarin neemt filmmaker Itamar Kool ons mee in zijn huis in het aardbevingsgebied. In dit witte huis, achter mij, wonen wij. We wonen werkelijk op een prachtige plek. Midden tussen de weilanden op het Hogeland. En dit leuke witte huis moet waarschijnlijk binnenkort tegen de vlakte. Want we wonen vlak bij Huizingen, aardbevingsgebied dus. Ja, vanaf nu dus te volgen op internet en natuurlijk ook op Facebook. Gaan we doen. Steeds meer kerken in onze provincie krijgen een nieuwe bestemming. Een van de eerste was de kerk van Schaaphok bij Slochteren. Ooit gebouwd door de borgheer van de Vrijlemaborg. Maar al sinds 1968 niet meer in gebruik als kerk. Maar als wat dan wel? Welkom in de kerk van Schaaphok. Mijn broer die heeft het eerst gekocht met een collega of vriend. En toen heeft een tijd leeg gestaan. En toen heb ik het in 1975 van hem gekocht. En die vriend van mij, Bert Bullema, die leek het prachtig om hier te gaan wonen. Dus toen hebben we dat in 1983 verbouwd, een tekening van gemaakt. En toen zijn we begonnen met klussen. En we zijn er ingetrokken in september.
83. In het begin hadden we wel eens problemen. En toen zei een hulp van mij die mij hielp van... nou, toch wel vreemd dat twee heren in een godshuis wonen. En die vonden het niet zo plezierig. Maar ach, dat, ja. Nou, dat gaat wel over. En de tijden zijn ook wat veranderd, dus ja. Yeah. Ja, dit is er later bijgebouwd. Want als het de bomen in blad zijn, is het boven nogal somber en donker. En hier heb je een mooi uitzicht over het veld. Dus het is hier wat lichter. Dus ja, hier zit ik of zaten wij altijd geregeld. Hier in de uitbouw. Jans partner, Bert Bullema, is in 2009 overleden. De twee hebben samen 26 jaar in de kerk gewoond. Maar ook alleen is Jan niet van plan de kerk snel te verlaten. Nee, dat valt niet goed. Als je krakkemikkig wordt en achter een rollator komt te lopen... en met die trapjes, dan is het wat, misschien wat behelpen. Maar nu nog niet. Een rechter die dus naar de rechter stapt om langer door te mogen werken. Dat was inspiratie voor jou, Rob, om op bezoek te gaan bij krasse ouderen. En jij bent naar een slager geweest in Midlaren, ja, met een respectabele leeftijd van? 88 jaar. Zo. Ja, ja, want er zijn mensen die zien uit naar hun pensioen. Je komt wel eens mensen tegen die zeggen, ik moet nog 10 jaar. Maar er zijn ook mensen die moeten er niet aan denken. Ik ben zo iemand. Hoe oud bent u? Ik ben 58. Nou, wil jij stoppen of niet? Graag. Oh, jij wil graag. En er zijn mensen, zoals deze slager in Midlaren, meneer Koers, die moeten niet aan denken. Die is handig. Goeiedag. Goeiedag. Ik wou eigenlijk u even helpen. Kan dat wel? Hoe meer? Geen idee. Oh, ik wil dat maar niet doen, meneer. Als je bij meneer Koers komt winkelen, dan kun je ook hele lekkere, tenminste dat vind ik, ouderwetse dingen kopen. Dingen waarvan anderen denken van... Dit is reuzel. Het is meest over worst wat er verkocht wordt. Worst? Wat komen hier voor de worst? Ja. De droge worst? Ja. Die is goed bij u? Ja, heel goed. En dit is kanensmeer. De takels, die ben er nog. Maar slachten doet u niet meer? Nee. Dat doen we niet meer. Dat is voorbij. Oh, maar dan ging hier de haak aan of zo en dan ja, takelde u zo. Ja. Heeft u er ooit wel eens aan gedacht om te stoppen? Nee. Waarom gaan we allemaal door? Ben je contact met de mensen? Leven was. Wanneer zegt u tegen zichzelf, het is nu echt klaar, ik wil niet meer? Wat moet er dan gebeuren? Dan moet ziek worden. Vetsen was, bloed was. Dat is wel heel ouderwets, hè, meneer Koers? Ja. Ik ben ik ook. Fantastische kerel. Ja. Je ziet, ja, daar blijf je hartstikke jong bij. Dat is mooi, man. Maar Ronald en ik gaan in de komende tijd op zoek naar krasse knar. En heb je er iemand, dan kunnen ze gewoon ons even melden. redactie@rtvnoord.nl. Hartstikke leuk. Ben je een krasse knar of ken je er iemand, laat het ons even weten. Mooi. Het laatste onderwerp is voor jou, Suzanne. Ja, als je nou vannacht niks te doen hebt, ik weet niet of jullie druk hebben, hoor, maar als je nou vannacht niks te doen hebt, kijk dan even naar buiten, want dan zou je het noorderlicht kunnen zien. Overigens, een klein detail, Harma Boer die voorspelde al dat het een klein beetje bewolkt gaat worden, dus misschien kun je het niet zien. Daarom voor jullie allemaal in ieder geval een plaatje. Mooi. Dank voor het onderzoek. Komen we hiermee aan het eind van deze Noord vandaag. Rest mij nog te zeggen, jongens, de stichting die jullie hebben opgericht naar aanleiding van het overlijden van Bas, sharetheroad.nu. Ja, ja. En dan kijk je. Dank voor jullie komst. Dank voor het kijken. Straks krijgen we natuurlijk nog Klauk. Morgenavond zijn we er weer. Ik wens u een hele fijne avond. Dag. We kunnen natuurlijk ons niet permitteren dat dat misgaat en dat mensen misschien wel verwond zouden kunnen worden door een rondvliegende kogel.